Zie je die helm ook? Die daar boven dat wapen ja, staat? Ja, een cool ding. Dat is een cool ding. Een schilderij van Edelman van Kamminga. Maar Sjoerd had vooral eeg voor de onderkant van het schilderij. Het fruit, maar alzien symboliek. Granaatappel, het zijn heel vaak granaatappel. Dat heeft heel veel te maken met het lijden van Christus. Als je hem open doet, dan zie je daar al die pitten. Oh ja. Kerstjes in de hand heeft heel vaak te maken met onschuld. Aan je lier staat heel vaak het leven, na het leven voor je ziel. Wel hoe kom ik erachter als ik straks thuis zit 2 weken? Dan wil ik graag weten. Kijk, die kerst, dat onschuld betekent, dat onthoud ik wel. Maar zo'n peer staat voor. Waar kan ik dat op internet vinden of zo? Nee, dat kan je niet op internet vinden. Nee, echt niet? Nee, dat kan je niet op internet. Daar zijn ze, er is een heel ingewikkeld systeem voor, dat heet Icon Class. Ja. En dat is te raadplegen bij de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. Dat is een mond vol. Oh, dan moet ik daar even heen. Uiteindelijk, je de reis net naar Den Haag, maar bloot Sjoerd in zijn wenplak Ljouwert. Hoe lang ben je al in Nederland? Vanaf mijn 5e. Dus 30 jaar al ondertussen. Dus je viel je wel echt? Ja, ik ben wel heel erg. Ja, zeker. Ja, zeker. Oké. Ja. Maar dit is echt, dit is wel een beetje een begrip in Leeuwarden. Deze familie, Turkse familie, zit hier al heel lang. Vroeger in die 15e eeuw had zo'n jongetje een granaatappelbeet had. En dan stond het voor het lijden van Christus. Oké. Maar goed, hij is gewoon lekker om op te eten. Begin naar binnen. Hallo. Nou, en wat spreekt hij dan om? Nou ja, als je hier binnenkomt, dan weet je al hoe het ruikt. Nou ja, dat is, ik kom hier wel vaker mijn lekkere dingetjes allemaal halen. Maar als je het over het echt Turks fruit hebt, dan moet je hier wezen. Ja, en het is natuurlijk allemaal mooie producten. En inspireert daar dit staan naar je geruchten? Of, ja, zeker. Hier krijg ik altijd wel hele lekkere ideetjes van. Grappig. Maar je bent kok. Mm-hmm. Ja. De ziek is dan werk. Ja. Wat vind je het mooi om kok te werken? Wat? Ja, dat is wel een passie. En ook om mensen blij te maken, zeg maar, door lekker te eten. Maar lekker eten is heel belangrijk. Ook voor het zin, hè? Het goede zin. Dat mensen positief van worden als je goed maaltijd eten hebben. Dank je. Proost, wat zeg je dan? Ja, proost. Lekker rieten. Ja, lekker rieten. Heerlijk. Ik maak denk ik een 3D-versie van de schilderij. Intussen is Sjoerd al een aardig eind op wij, maar zijn opdracht. Een beetje zo bekijken. Ja. Zo. Zijkanten maak ik helemaal dicht zo. Ja. Krantenpapier. Alles wat ik in het schilderij zet wordt zwart met wit. Nou, en dan als de jury die dan voor staat, dan moeten ze om de beurt moeten ze in het schilderij gaan staan. En dan krijgen ze een soort van outfit mee. Ik heb een skier bijvoorbeeld. Zie je wel, zo. Ik moet dan zo moeten ze in het schilderij gaan staan. Ze krijgen dan een ski erbij. Dus de jury moet echt actief? Ja. Die is eigenlijk onderdeel van die opdracht? Ja. Ze, zweten. En denk dat ze Sofie krijgt dat ze erin stapt? Nou ja, dat is wel dat moet. Anders is het, ze weet het niet. Maar is dat een levend schilderij? 3D hè, een levend schilderij. Het is een stil leven met een portret erin. En er is vanzelfs weer een haatrol van de poes. Bij de poes! Nou, die leeft hier ook. Dan weet je wat ik heb met al die werkstukken af en toe. Die klaut ze allemaal kapot. Nee. Maar goed. Dus zo, dat wordt het eigenlijk. Hé, en bloot dit zo? Ja, dat bloot zo. Okay. Ja. Dan. Niet mooi? Ik denk, misschien is het er nog op schreeuwen of zo. Ja, dat is natuurlijk wel nog wel weer mooier, maar ja, wat een werk allemaal, joh. En die lijst, kijk, dat is ook heel speciaal. Er zit een hele kromming in. Hè? Maar weet je hoe dat komt? Lijkt net een televisie eigenlijk, hè? Ja. Zo kun je het zien. Maar dat heb ik van mijn regenton gemaakt. Dus heb ik even een trap tegenaan gegeven. Toen had ik in één keer heel veel hout. Nou, daar heb ik een lijst van gemaakt. Kijk, en het is wel echt eikenhout. En het schilderij wat ik heb uitgekozen is ook van eikenhout gemaakt.
nou ja, de vlag van Leeuwarden, waar ik nu al heel lang woon, en de Cambuurhertje. Want in 1500, in het wapen van de Kammergaas, hadden ze ook het Cambuurhertje. Zo'n Biemke. Dat vond ik al heel leuk. Wat zoe de poes der van Fiene? Oeh, nee! Oh, het bleef nog. Gaat het?